Hoe vervang je de deurvergrendeling in een wasmachine? Denk vooraf aan uw veiligheid. Trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Demonteer het bovenpaneel. Draai de vijzen van de deurvergrendeling los. Haal de deurvergrendeling los van het voorpaneel. Als er een beveiliging op uw deurvergrendeling zit, maak die dan los. Maak de verbinding tussen uw oude vergrendeling en de module los en verbind die met de nieuwe vergrendeling. Verbind de beveiliging, indien er een aanwezig is, met de nieuwe deurvergrendeling. Steek de nieuwe vergrendeling op haar plaats in het voorpaneel en maak de twee vijzen terug vast. Hermonteer het bovenpaneel. Zo vervang je de deurvergrendeling in een wasmachine. Bent u op zoek naar de juiste onderdelen voor uw wasmachine? Stuur dan een mail naar info@directrepair.be.